ben Moesvek, hij is een rechtsdocent van de school Pyramide. Ja. En we zijn bezig met het onderwerp journalistiek. Ja. En we zouden u een paar vragen willen stellen. Dit keer is de stelling dat wij er tegen zijn dat kinderen een achternaam hebben van hun vader en moeder. Wat vindt u daarvan? Dat is een actuele vraag, man. Ik ben tegen. Ik vind dat mensen dat allemaal zelf moeten bepalen. En misschien dat als iemand oud genoeg is, hè, het kind, zelf ook te kennen kan geven wat hij wil. Eén achternaam is zat, is van je vader toch? Meer niet, vind ik. Ik vind dat iedereen eigenlijk zelf mag weten. Niet op tegen. Eigenlijk moeten ze dat zelf weten. Ja, mijn kinderen hebben gewoon mijn achternaam, hoor. Dus ik hou het ook simpel. Het hoeft niet van allebei, vind ik. Het is niet nodig. En als bijvoorbeeld uw kinderen willen de achternaam van hun vader. Wat zegt u dan? Mijn kinderen hebben de achternaam van hun vader. En het is logisch, want het is hun vader. Mensen die een moeilijke naam hebben, die moeten dat veranderen. En mensen die een gekke naam hebben. Ik ken een mevrouw die heet Lach Niet. Ja, is natuurlijk wel een leuke naam. Maar dat zou ik toch ook wel veranderen, denk ik.